Ik heb net de persconferentie gekeken. En dat houdt in dat de kinderen... Het is dinsdag, ik loop nog lekker in mijn pyjama. Ik ga deze zwijnenstal even uitmesten. Echt, ze moet elke keer de kamer opruimen, maar op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik denk, nou, dit ga jij niet meer netjes krijgen. Dus ik ga me er even mee bemoeien en ik ga gewoon rond. Ik ga beginnen bij het nachtkastje, dan bed, kaptafel en zo rond totdat de hele kamer gedaan is. En ja... Nou, hopen maar dat het daarna even netjes blijft, maar dat valt nog te bezien natuurlijk. Mega trots op mezelf, waar deze gekte allemaal nog niet goed voor kan zijn. De kamer is gewoon netjes. Ja, en deze boeken die hebben we expres daar gelegd, want Sarah wilde nu in deze weken al haar boeken lezen, één voor één. Dus elke keer als ze een boek uit heeft, dan gaat hij in de kast. Dat hadden we al afgesproken. En dan wordt die stapel steeds kleiner en zo komt vanzelf alles in de kast. Maar ik heb ze nu wel iets beter neergelegd dat... de rest weer gewoon normaal open kan. En dekbed is aan het drogen. Dat heb ik net gewassen, dus dat moet nog. En voor de rest, ademruimte. Echt. Ik vind het weer fijn om in deze kamer te komen. Want normaal nu op bedtijd denk ik elke keer, nou, ik weet niet eens of ik die kamer in wil. Ik ga nu snel lunchen. Het wordt een late lunch. Maar goed, we hebben ook laat ontbeten. En daarna ga ik even douchen en wat aan mezelf doen. Wordt ook wel tijd. Maar ik vind dit soort projecten altijd mega fijn om in mijn pyjama te doen. Die gaat daarna toch de was in. Dus dan kan je lekker je gang gaan. Dan maakt het niet uit of het onder de reinigingsmiddelen of wat dan ook zit. Want je gaat toch lekker douchen daarna. Dus maar eerst echt even eten. Want ik heb zo'n honger nu. Ik ben aangekleed. Ik heb maar... Oh, wat is in mijn haar? Ik zat nog in een staarthalf, maar goed. Deze trui van Warehouse, broek, mango en lekker op mijn sokken, want we gaan de deur niet uit. Ik ga me ook lekker niet opmaken vandaag. Geen zin in. En Lula is net gekomen. Die zit lekker met zijn spelletje beneden te spelen. Dus heb ik mijn handen vrij. En ik had weer een
to-do-lijst gemaakt in mijn telefoon. En daar heb ik best wel wat punten al van gedaan. Die haal ik er ook maar gelijk weer vanaf. Nou, dan komt weer. Ik vind dat zo irritant als dingen dan tussendoor in beeld komen. Oké. Nou. Goed bezig. Ik hoef niet heel veel meer. Ik heb net de persconferentie gekeken. En dat houdt in dat de kinderen nog voorlopig niet naar school gaan. En met de vakantie erbij gaat dat echt nog 5 weken zijn dat ze sowieso vrij zijn. En het advies was natuurlijk ook om sowieso nog niks te gaan plannen voor de vakantie. Ik ben ook heel benieuwd, want we hebben begin mei een aantal theaterkaartjes staan. Maar ja, de maatregelen zijn nu tot 28 april, dus dat... Oh, lekker scherp. Oh, ik was er, maar toch niet. Oké. Dus dat gaat nog even spannend worden. Dat gaat, ja, het is nu net zo'n valreep moment. Misschien dat alles dan wel meer mag, dan niet. Maar het waren echt toevallig best wel veel kaartjes. En er is vorig jaar al een show niet door... Nee? Ja, één show voor mij. Niet doorgegaan. Dus ik ben echt super benieuwd wat dat gaat worden. Maar ja, dat is en blijft afwachten. Ik... We gaan nu even editen. En dan ben je bijna klaar en loopt hij vast. Echt te irritant dit. En deze avond heb ik maar een hele avond digitaal sociaal contact. Ik ben echt de hele avond aan het appen en bellen en videobellen. En zo fijn, want je ziet er spreekt zoveel minder. Of, mensen zoveel minder. Dus ja, met de mama's gewoon... Best wel veel geappt en met andere vriendinnen. En dat, ja, is wel even fijn en leuk. Wel grappig dat je dan op zo'n manier toch een soort van plaatsvervangende gezellige avond hebt. Ja, je moet iets. Ik ga, oh ja, dat bedenk ik nog. Ik was de vlog van gisteren net natuurlijk aan het editen, die toen vastliep en daarom had ik het er niet over. Maar ik had gisteren die gordijnen en ik zeg heel leuk, ja, ik ga even kijken of ze passen, want ik heb ze gemeten, maar dat zegt niet alles. En inderdaad, ik had ze gemeten en die ene is gewoon zo'n stukje echt te breed en dat is die ook niet smaller te maken, zo'n stukje trouwens. Dus, en dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Moet ik even kijken of die een maatje kleiner te bestellen is. En anders zal ik ze dus allebei moeten terugsturen. Want ja, ik heb niks aan gordijnen waarvan ik er één wel op maat heb en de ander niet. Dus, nou, dat was nog het antwoord op het grote vraagstuk van gisteren. Maar goed, ik ga opruimen en lekker slapen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Maak je me heel blij mee. Duimpjes, reacties, superleuk. Af en toe lukt het niet om te reageren. Maar ik lees wel alles en ik waardeer alle reacties heel erg. Ik vind dat echt oprecht heel leuk. Dus dank je wel daarvoor. En ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei!